geachte aanwezigen, zowel hier in de aula als via livestream, welkom bij de inauguratie van professor Ruud Beckers. Ik mocht hem Ruud noemen, heb ik even gevraagd. Mijn naam is Albert Scherbier en ik ben een oud-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. En in de tijd dat ik decaan was, is de benoeming rondgekomen. Dus ik vond het bijzonder prettig dat ik dit mocht doen. Dus daar heb ik om gevraagd. Ik zal hem kort bij u introduceren, voor wat ik weet natuurlijk. Sommigen van u weten veel meer, maar dat hoef ik ook niet allemaal te weten. Maar we hebben een paar dingen uitgezocht. De inhoud van zijn leerstoel gaat hij straks zelf vertellen. De dia ziet u al staan. Wij als Universiteit Maastricht en het MUMC zijn heel blij dat professor Beckers hoogleraar bij ons wil worden. Dat vinden we belangrijk omdat wij graag een goede relatie met de ziekenhuizen in de regio hebben. En wij denken dat je in gezamenlijkheid veel meer dingen kan doen dan in je eentje. We weten dat hij hard werkt en al menige promovendus begeleidde en hij wist de nodige onderzoeksbeurzen te verwerven. En voor het Catharina ziekenhuis waar hij werkt als gynaecologisch oncoloog en de gelijknamige vakgroep leidt, is hij zelfs al de 12e hoogleraar als ik goed geteld heb. Het zijn bij uitstek deze bruggenbouwers waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn om de combinatie en de regio verder te brengen. In het geval van professor Beckers mogen we geruststellen dat hij de ambitie ooit hoogleraar te worden niet onder stoelen of banken heeft gestoken. En dat is goed, want dat geeft duidelijkheid. Ook zijn meningen over ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld de vaccinatiebereidheid van 12-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker, steekt hij niet onder stoelen of banken. En dat is goed. Hij is gedreven en wil daadwerkelijk iets verbeteren in de zorg. Hij wil een bijdrage leveren aan het voorkomen en behandelen van gynaecologische kanker. Sterker nog, hij denkt dat het mogelijk is om in 2040 geen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland meer te hebben. Na zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen humaan virus en de voorstadia van baarmoederhalskanker heeft het onderwerp hem niet meer losgelaten. In de periode dat hij werkte in het Radboud UMC, van 2005 tot 2016, verdiepte hij zich in minimaal in invasieve technieken. De operatierobot is daarbij essentieel in zijn ogen. Maar volgens zijn collega sluit hij ook zijn ogen niet voor studies die kanttekening plaatsen bij de effectiviteit van de robotchirurgie. Dan komt de ware wetenschapper in hem naar boven die wil onderzoeken hoe de volgende steel zit. Met als ultieme doel het verbeteren van de zorg. Niet alleen de zorg hier in Nederland of Europa, maar ook verder weg, bijvoorbeeld in Afrika, waar zijn carrière ooit begon als tropenarts, heeft zijn hart. Ik heb me laten vertellen dat ook het ontwikkelen van een eenvoudige manier voor vrouwen om hun eigen uitstrijkje te maken zijn aandacht heeft. Ik kan me voorstellen dat dat in deze landen heel welkom zou zijn. Wij kijken ook veel belangstelling naar de komende jaren, waarin professor Beckers zijn leerstoel vorm gaat geven, maar boven alles wensen we hem heel veel plezier en een nimmer tanende verwondering in de boeiende wereld die wetenschappelijk onderzoek heet. Daarmee geef ik graag het woord aan professor Ruud Beckers. Geachte rector, dank voor deze mooie introductie. Ik denk dat ik in herhaling ga vallen. Er gaan een aantal onderwerpen opnieuw behandeld worden die u al noemde. Dames en heren, lieve familie, vrienden, collega's. Vanochtend zei Jurgen Piek een aantal keren, voorkomen is beter dan genezen. Dat is dan voor de medici onder ons. Maar voorkomen is beter dan blussen, hebben we allemaal de afgelopen anderhalf jaar aan de lijve ondervonden. Het voorkomen van een infectie met corona had wereldwijd topprioriteit. Want het behandelen en genezen van een ernstige COVID-19 patiënt was ofwel niet succesvol en de patiënt overleed, ofwel kostte zeer veel inspanning van medici, de patiënt zelf en eigenlijk de hele samenleving. Primaire preventie, het voorkomen van infectie met corona door afstand te houden, veranderde afgelopen jaar van voorkomen van besmetting naar bescherming met een vaccinatie. Het succes daarvan ziet u achter me op de dia. Hij ging niet door. Zo gaat hij door. Dat ziet u op de dia.
U ziet het aantal gevallen van COVID-19 sterk dalen in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal ziekenhuisopnames sterk dalen en het aantal doden sterk dalen na COVID-vaccinatie. Dat is toch onhandig. Uiteindelijk zijn we dus gegaan van ziekenzorg, zorg voor de mensen die de ziekte hebben, naar gezondheidszorg. Ervoor zorgen dat mensen gezond blijven. En het ervoor zorgen dat mensen gezond blijven is eigenlijk preventie. Daar wil ik het over hebben. In Nederland is het aantal gynaecologische kankers, dus kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen, in de laatste 30 jaar gestegen. Van 3500 naar 4800 vrouwen per jaar in Nederland. Weliswaar als je het corrigeert voor de bevolkingsgroei, is het ongeveer gelijk gebleven. Maar het is zeker niet gedaald. Dus preventie hebben we niet bereikt. Dat terwijl de behandelingen steeds agressiever worden, steeds duurder worden, steeds uitgebreider worden, steeds meer bijwerkingen geven voor die patiënten, steeds meer lange termijn nadeel hebben voor die patiënten. Preventie daarentegen voorkomt niet alleen de ziekte, voorkomt ook het verdriet, het niet kunnen verrichten van werk, de bijwerkingen die de behandeling geeft. Dat wordt allemaal voorkomen door primaire preventie toe te passen. En voor mij is dan ook de balans tussen de voor- en nadelen van preventie heel duidelijk. In het voordeel van preventie. Preventie werd tijdens de geneeskundeopleiding niet prominent onderwezen. Althans niet in mijn tijd. Tijdens mijn studie maakte ik kennis met de hoogleraar Vincent van Amersfoort in Nijmegen. Hij was antropoloog en tropenarts. En hoogleraar tropengeneeskunde. En ik raakte gefascineerd door het werken onder moeilijke omstandigheden met weinig middelen. En na diverse co-schappen in Azië en Afrika en een tropenopleiding in Nederland kwam ik terecht in Tresa Hospital in KwaZulu, Zuid-Afrika. En op de dia kun je zien dat het toch wel een beetje een afgelegen ziekenhuis is. Daar maakte ik kennis met heel veel verschillende ziektes die we in Nederland eigenlijk niet meer tegenkwamen. Maar die gemakkelijk te voorkomen zijn. Ik zag kinderen doodgaan. Longontsteking, meningitis, gastroenteritis. Deels zijn deze ziektes te voorkomen met schoon drinkwater. Ook in Nederland hadden we een hoge zuigelingensterfte in het verleden. Dit is een dia die gaat over Amsterdam. De blauwe lijn toont de zuigelingensterfte. En je ziet eind jaren 1890, toen een riolering werd aangelegd en waterleiding werd aangebracht, zag je een hele sterke daling van de zuigelingensterfte. Preventie, met grote effecten en eigenlijk maar een kleine maatregel. Eenzelfde daling zou ook in Afrika mogelijk moeten zijn. Maar er spelen ook andere factoren een rol. En een van die andere factoren is het denkkader van een persoon of een gemeenschap. Hoe denkt een persoon? Dat denkkader wordt niet direct onderwezen tijdens de medische opleiding. Maar het is wel heel belangrijk als je praat met patiënten. Schoon drinkwater in Afrika. Je hebt een westers denkkader nodig om te snappen dat als je water voor je ziet, dat je dat moet koken om de bacteriën die erin zitten te doden, om er drinkwater van te maken. Maar als je geen westerse opleiding hebt gehad, stel u eens voor, u hebt geen westerse opleiding gehad. En iemand vertelt u hebt een fles water. En iemand zegt, er zitten beestjes in, die zie je niet, maar die zitten erin. En je moet het water koken. En als je het dan gekookt hebt, wordt je kind niet ziek. Als je dat verhaal afzet tegen een lokale genezer, die tegen de moeder vertelt, ja, je kind is ziek, want je hebt je voorouders niet geëerd. Die ben je vergeten te eren. En daarom is je kind ziek geworden. In het denkkader van de Afrikaanse vrouw is die verklaring minstens zo geloofwaardig als dat water waar beestjes in zouden zitten die je niet kunt zien. Voor mij was dat de eerste wijze les dat iets waarvan ik of wij als medici overtuigd zijn, niet zomaar voor iedereen een aanvaardbaar principe is. En dat is iets wat we continu tegenkomen. Ook in Nederland. Tijdens de coronacrisis kregen we te horen, we moesten afstand houden, handen wassen. Tegelijkertijd simpele, maar ook moeilijk te realiseren middelen. Waarom moeilijk? Het paste toch niet in ons denkkader dat een virus ons zo de baas kon zijn dat we al dit soort maatregelen zouden moeten nemen. Uiteindelijk had je regelgeving nodig en feiten verzamelen die konden laten zien dat het effectief was om ons denkkader aan te passen. Om het uiteindelijk te incorporeren in ons denkkader. En nog steeds, het denkkader is niet universeel. Zie wat actiegroepen als viruswaarheid en viruswaanzin doen.
terug naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Inmiddels had vaccinatie in Afrika ook zijn beslag gekregen. En een van mijn eerste activiteiten op onderzoeksgebied was lokaal de vaccinatiegraad van jonge kinderen onderzoeken, als ook het aantal thuisbevallingen. Met dit onderzoek groeide bij mij het besef dat je een veel groter impact hebt op gezondheid als je aan preventie doet, in plaats van het beter maken van reeds zieke patiënten. Voorkomen is beter dan blussen. Toch fascineerde mij het vak als dokter, als genezer, meer dan het vak als public health specialist. En waarom? Ja, het persoonlijke contact, het contact met patiënten, het effect dat je direct ziet als je een patiënt een goede behandeling hebt gegeven. Een public health specialist werkt met groepen, met beleid, ziet niet direct het effect, is minder chic. Tijdens mijn specialisatie tot gynaecoloog in Nijmegen was ik gefascineerd door kanker. En onder begeleiding van Leon Massuger, Willem Melgers en Hans Bulte kon ik naast mijn opleiding tot gynaecoloog onderzoek doen naar baarmoederhalskanker. En dan vooral de preventie daarvan. En die fascinatie, zoals de rector net al zei, is nooit meer verdwenen. Baarmoederhalskankeronderzoek was juist zo interessant omdat het zoveel inzicht biedt in hoe, in ieder geval dit soort kanker, ontstaat. Reeds in de 19e eeuw werd duidelijk dat baarmoederhalskanker iets met seks te maken had, want het werd vrijwel nooit vastgesteld bij nonnen. Het denkkader dat dit door bescherming door God kwam, is toch vrij snel verworpen. Toch duurde het nog tot de jaren 70 van de vorige eeuw, voordat Harald Soerhausen met collega's publiceerde over het humaan papillomavirus, HPV. HPV zou de oorzaak zijn van baarmoederhalskanker. Het feit dat een virus verantwoordelijk was voor het ontstaan van kanker was in die tijd zeker geen geaccepteerde theorie. En Soerhausen werd in eerste instantie eigenlijk ook niet geloofd. Pas nadat zijn theorie bewezen werd en uiteindelijk de hele wereld het concept aannam dat HPV baarmoederhalskanker veroorzaakt, kreeg hij daarvoor de Nobelprijs in 2008. Maar wat is HPV? HPV is een virus, bestaat uit circulair DNA. Dus het DNA zit in een ringvorm. En daaromheen zit een kapsel van eiwit, wat u hier links in beeld ziet. Kapseleiwit. Het is zeer besmettelijk, bestaat al honderden jaren. Is in mummies vastgesteld die al honderd jaren dood zijn. Het is zeer besmettelijk. En er zijn meer dan 200 verschillende types. En mijn stelling is dat iedereen in zijn leven besmet wordt met HPV. Als je mensen vraagt, heeft 2/3 herinneringen eraan dat ze voet- en vingervratjes hebben gehad. Een ander HPV-type, een huidtype, maar wel veroorzaakt door HPV. 2/3 van de jonge kinderen hebben dat gehad. Er zijn in zo'n 35 HPV-types die de slijmvliezen kunnen infecteren. En de slijmvlies en de 15 daarvan kunnen kanker veroorzaken, of tenminste 15 daarvan. En ze zijn niet allemaal even gevaarlijk. HPV 16 en 18 zijn duidelijk de gevaarlijkste typen en samen verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle kankers veroorzaakt door HPV. Slijmvliezen die door HPV geïnfecteerd worden, zitten niet alleen bij de geslachtsorganen, zoals u op het rechtse plaatje kunt zien. Ook de mond, keel en anus kunnen besmet raken en daar kan het virus kanker veroorzaken. Besmetting kan vrij snel van mens tot mens plaatsvinden. Zeker als het in de mond zit. Ga nog even terug 2 jaar geleden, toen u een gezelschap tegenkwam. Hoeveel mensen kuste u op de wang? Nu is dat wat anders, maar 2 jaar geleden was de verspreiding van HPV via kussen op de wang waarschijnlijk een manier waarop het verspreid kon raken. Toch wordt het beschouwd als een seksueel overdraagbare aandoening. En dat komt omdat de plek waar het virus de meeste schade veroorzaakt de baarmoederhals is. De baarmoederhals is een plek waar twee soorten oppervlakteweefsel bij elkaar komen. En juist in die overgang is het weefsel kwetsbaar. Maar het virus komt niet zomaar bij de baarmoederhals. Daarvoor moet er eigenlijk iets de vagina ingaan. En dat kan natuurlijk met seks. Maar misschien ook wel bij onderzoek door de gynaecoloog. Een dildo, een tampon, een vinger. Alles zou het virus van de schaamlippen mee kunnen nemen naar de baarmoederhals. Bewijs hiervoor is er niet. Het virus laat zich maar heel moeilijk kweken. En wat we kunnen doen is DNA testen en vaststellen dat het virus er is. Maar of het actief is, dat vertelt die test niet. Het is dus eigenlijk wel logisch dat het met seks geassocieerd wordt. Onderzoek laat ook zien dat vrouwen die HPV positief zijn en een afwijking hebben,
bij hun partner in 70-80% van de gevallen hetzelfde HPV-type aangetoond kan worden en met kleuringen zelfs afwijkingen op de penis. Het is dus moeilijk om de overdracht te voorkomen. Doen condooms dan helemaal niets? Jawel, condooms remmen de kans op overdracht. Hetgeen betekent dat als de ene partner positief is en de ander negatief is, dat je na 3 keer vrijen de overdracht er plaats laat te vinden. En als je condooms gebruikt, is dat 10 keer. Tel uit je winst in een monogame relatie. Simpel gezegd kun je ervan uitgaan, iedereen raakt besmet, maar niet iedereen krijgt last van het virus. In Nederland krijgt ongeveer 20% van de mensen last van HPV. 20% hebben een immuunsysteem wat moeilijk het virus onder controle brengt. En als je helemaal niet zou doen, zou 3-8% kanker krijgen. Alles wat je afweer slechter laat functioneren, roken, geneesmiddelen die je afweer onderdrukken, bijvoorbeeld na een transplantatie of bij auto-immuunziekte, maken de kans op schade door HPV groter. Dat HPV kanker veroorzaakt is eigenlijk een bijwerking van het virus. Het HPV maakt eiwitten die de cel aanzetten om het virus te vermenigvuldigen, om zowel het DNA als het kapsel aan te maken. Hiervoor gebruikt het de celbedelingsmechanismen van de humane cel in dit geval. Maar die cel die raakt daardoor ontregeld. En die ontregeling maakt dat die cel zich blijft delen en dat die cel niet meer afsterft. Dus je krijgt een cel die steeds meer DNA-fouten op elkaar stapelt en uiteindelijk een combinatie van DNA-fouten ontwikkelt die de cel laten functioneren als een kankercel. Dat duurt lang. Die stapeling van fouten duurt lang. Wel zo'n 15 jaar, zoals hier weergegeven in de lange pijl. De ernst neemt toe, maar zeker de laatste stap van het hoogste voorstadium SYN3 tot baarmoederhalskanker. De kankercellen groeien in het weefsel en kunnen zich gaan verspreiden, duurt zo'n 10 tot 15 jaar. In de jaren 40 van de vorige eeuw publiceerde dokter Papanikolaou, namen moeilijk uit te spreken, goed oefende, met zijn collega's ontdekte hij dat als je cellen bekeek uit de vagina, en die verkreeg je door een spoeling, niet door een uitstrijkje zoals velen denken, een spoeling van de vagina toonde abnormale cellen die gelinkt konden worden aan afwijkingen aan de baarmoederhals. De test van dokter Papanikolaou heeft geleid tot de uiteindelijke PAP-test in Nederland, het uitstrijkje. Hierin hebben we sinds 1988 een landelijk baarmoederhalskankerpreventieprogramma, het bevolkingsonderzoek. Met dat programma proberen we voorstadia van baarmoederhalskanker op te sporen. Door het voorstadium op te sporen en vervolgens te behandelen door een klein stukje van de baarmoederhals af te halen, voorkomen we dat dit voorstadium zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker. Het is een mooie vorm van preventie, echter wel met schade voor de vrouw. En waarom schade voor de vrouw? Het geeft ongemak, pijn, bloedverlies. Maar daarnaast, bij een zwangerschap volgend op zo'n ingreep, is het risico op vroeggeboorte verhoogd. Vanochtend werd er gezegd, ja, het is toch niet zo erg als je een weekje te vroeg bevalt. Nee, het is helemaal niet erg als je een weekje te vroeg bevalt. Maar 2 op de 1000 vrouwen bevalt voor de 30ste week. En na zo'n ingreep worden dat 4 op de 1000 vrouwen. Het verdubbelt. Groot onderzoek van Diede Lopik heeft laten zien dat na 1 behandeling het al 50% verhoogd is. En als er 2 behandelingen nodig zijn, dat je 2 tot 3 keer verhoogd risico hebt op vroeggeboorte. Ook in die hele vroege fase van de zwangerschap. Met zo'n 5000 behandelingen die we per jaar in Nederland doen, leidt dit preventieprogramma ieder jaar op zijn minst tot een aantal extra couveuse kinderen en waarschijnlijk ook tot couveuse kinderen die handicaps overhouden aan de te vroege geboorte. Een nadeel van de preventie. Terwijl het voordeel is dat 50-60% van de baarmoederhalskanker wordt voorkomen. Dus die balans moet je opmaken. Waarom is dit maar 50-60%? Onderzoek van Rosemarie de Bie toonde aan dat uitstrijkjes soms de afwijking niet goed tonen. Daarnaast doet slechts 50-60-70% van de vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. 1/3 van de vrouwen doet niet mee. En bij 30-jarige vrouwen is dat de helft.
Met ontwikkelingen zoals het eerst testen of HPV aanwezig is en het aanbieden van de mogelijkheid tot zelfafname, zoals u ziet met het borsteltje wat hier getoond is, is dit al deels verbeterd. Dit mede door Nijmeegs onderzoek. Nijmeegs onderzoek waar Dennis van Hamond, Maaike van Ham, Pleun Ketelaars, Remco Bosgraaf, Rosemarie de Bie, Shanna Smijnk, Charlotte Lenslink, René Ebees en Diede Lopik aan hebben meegewerkt. Met deze veranderingen hopen we dat de deelname en ook de mate waarin het voorstadium wordt opgepikt verbetert. Echter de nadelen van die behandeling van dat voorstadium, zoals vroeggeboorte, blijven bestaan. Om die reden was er heel veel enthousiasme toen de eerste studies verricht werden met een vaccin tegen HPV. In eerste instantie alleen HPV 16, al vrij snel ook tegen HPV 18. De twee types die samen 70% van alle kankers veroorzaken. Vervolgens zijn er in de loop van de tijd nog 7 types aan toegevoegd. De vaccinaties bleken bijzonder effectief om het voorstadium te voorkomen, waardoor er geen behandeling meer plaats hoeft te vinden. En zonder voorstadium geen kanker. In het begin leek het erop dat het vaccin alleen werkte als je nog nooit blootstelling aan het virus had gehad. In die tijd besloot de Nederlandse overheid om het vaccin in te voeren in Nederland voor 12-jarige meisjes en een inhaalcampagne voor 13 tot 17-jarige meisjes. Helaas ontstond er veel weerstand. Onderzoek in 2008, dus nog voordat het vaccin werd ingevoerd door Charlotte Lenslink, had laten zien dat 88% van de ouders was bereid hun puberdochter in te laten enten tegen HPV als de overheid dit zou opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. 88%. De eerste groep, de 13 tot 16-jarigen, slechts 45% werd 2 jaar later ingeënt. De macht van de social media was groot. Diverse ongefundeerde en onware berichten verschenen op internet. HPV-vaccinatie zou leiden tot onvruchtbaarheid, verlammingen, extreme moeheid, seksuele promiscuïteit, auto-immuunziekte, etc. etc. U hoort de parallel met alles wat er over het coronavirusvaccin gezegd wordt. Geen van deze claims berustte op waarheid en werden één voor één weerlegd met onderzoek. Zelfs gerespecteerde collega's in Nederland vonden in 2010 de invoering van HPV-vaccinatie te vroeg. Immers, dat het beschermde tegen kanker was nog niet bewezen. Maar zoals ik al zei, het duurt 10 tot 15 jaar voordat een voorstadium zich ontwikkelt tot kanker. Kunnen wij 10 tot 15 jaar wachten met invoeren om uiteindelijk het bewijs te vinden? Voor mij was dat niet nodig. Het feit dat het vaccin heel goed het voorstadium voorkwam en zonder voorstadium geen kanker, was voor mij reden genoeg om het vaccin heel erg te promoten. Onderzoek heeft inmiddels laten zien dat je niet alleen vrouwen, dat je ook kunt vaccineren als vrouwen al wel blootgesteld zijn aan het virus. Echter niet, het helpt echter niet tegen een virus wat actief is. Maar als er een afwijking is. Het helpt wel als er op dat moment geen aantoonbaar virus is. Dan is een vrouw op oudere leeftijd die geen HPV heeft net zo goed beschermd na vaccinatie als de jonge meisjes. Onderzoek van René Ebees en Diede Lopik laat zien dat iedereen die ooit een voorstadium heeft gehad of voor een voorstadium behandeld is, de rest van het leven verhoogd risico heeft op alle vormen van HPV-ziekte. Op alle locaties die ik heb laten zien op het plaatje komt HPV voorstadia en kanker voor. En vrouwen die ooit behandeld zijn, dus ooit bewezen hebben dat ze een immuunsysteem hebben wat niet zo goed bestand is tegen dit virus, hebben de rest van hun leven verhoogd risico. We konden aantonen dat zelfs 20 jaar na behandeling dat verhoogde risico nog bestond. En momenteel zijn we om die reden samen met Rotterdamse onderzoekers aan het kijken of we met vaccinatie rondom de behandeling van iemand met SYN2, SYN3 het risico dat het virus opnieuw schade kan veroorzaken kunnen beperken. De verwachting is dat HPV-vaccinatie in combinatie met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de nabije toekomst tot een zeer zeldzame ziekte zal maken. En inderdaad hopelijk in 2040 geen nieuwe casuïstiek. Doordat vanaf 2022 naast meisjes ook jongens gevaccineerd gaan worden, zal het effect van HPV-vaccinatie op alle HPV-gerelateerde kankers beter en sneller bereikt worden. En als we daar de vaccinatie van de oudere vrouwen met een verhoogd risico aan toe weten te voegen, is over 10 tot 20 jaar het doel bereikt. Is preventie van andere gynaecologische kanker mogelijk? Dr. Jurgen Piek, hier aanwezig, presenteerde begin deze eeuw als een van de eerste, samen met professor Verheijen en professor Zwemer, beide hier aanwezig, de theorie
dat eierstokkanker begint met cellen uit de eileider. Die cellen uit de eileider komen terecht in de eierstok en kunnen daar uitgroeien tot kanker. In eerste instantie werd die theorie met argwaan ontvangen. Het paste niet in het denkkader wat er op dat moment bestond. Maar nu is deze in de hele wereld geaccepteerd. Recent onderzoek toont aan dat het verwijderen van beide eileiders voor het 40ste jaar de kans op eierstokkanker halveert. Echter, een eileiderverwijdering betekent een operatie met alle nadelen van dien. Bij vrouwen met een genetisch verhoogd risico op eierstokkanker wordt de eileiderverwijdering al toegepast om het verwijderen van de eierstok nog wat verder te kunnen uitstellen. Momenteel wordt aangeraden om bij vrouwen die een buikoperatie moeten ondergaan en een vervulde kinderwens hebben, een eileiderverwijdering aan te bieden. Hiermee hopen we veel kanker en overlijdens te kunnen voorkomen. Want de sterfte aan eierstokkanker is ondanks toegenomen behandelmogelijkheden de afgelopen 30 jaar nauwelijks gedaald. Recent onderzoek door Marjolein Hermens maakt duidelijk dat er waarschijnlijk nog een andere ontstaanswijze is van eierstokkanker. De oorzaak hiervan zou liggen in endometriose. Bij endometriose, dat bij 1 op de 7 vrouwen voorkomt, is er baarmoederslijmvlies in de eierstok of buikholte terechtgekomen. Marjolein Hermens heeft laten zien dat vrouwen met een bewezen endometriose een verhoogd risico hebben op eierstokkanker, met name op relatief jonge leeftijd. Veel onderzoek is nog nodig om onder de vele vrouwen met endometriose, juist die vrouwen met hoog risico te kunnen identificeren. Om bij deze groep hopelijk preventie te kunnen toepassen. Hopelijk medicamenteus, maar misschien is ook daar een operatie noodzakelijk om goede preventie voor elkaar te krijgen. Voor dit onderzoek werken we momenteel samen met het Universitair Ziekenhuis, het UMC in Leiden, Amsterdam, Maastricht, Radboud en een aantal niet-universitaire ziekenhuizen. Baarmoederslijmvlieskanker. Dat komt steeds vaker voor. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de obesitas-pandemie. Dr. Dorrie Bol liet vanochtend zien dat het aantal mensen in Nederland dat obese is op oudere leeftijd alleen maar toeneemt. Het komt toe bij obese vrouwen omdat zij in het vetweefsel extra oestrogeen produceren. Hetgeen leidt tot de ontwikkeling van baarmoederslijmvlieskanker. Daarnaast is er een erfelijke vorm van baarmoederslijmvlieskanker bij vrouwen die het Lynch-syndroom hebben. Preventie zal zich bij deze vrouwen richten op obesitaspreventie. Vanochtend hebben we gehoord hoe moeilijk dat is. En mogelijk middels hormonale behandeling, hormonale bescherming van het baarmoederslijmvlies. Bij erfelijk verhoogd risico vindt op dit moment al screening plaats. En bij de vrouwen die daarvoor opteren een preventieve operatie. Recent onderzoek laat zien dat adenomyoses, het terechtkomen van baarmoederslijmvlies in de wand van de baarmoeder, in de spier van de baarmoeder, ook leidt tot een verhoogd risico op baarmoederslijmvlieskanker. Samen met collega Huip van Vliet onderzoeken we hoe we deze vrouwen kunnen identificeren en welke preventieve maatregelen voor deze vrouwen mogelijk gaan zijn. Als vierde kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen is er schaamlipkanker. Ook dit type kanker neemt toe. Het is in de laatste 25 jaar vrijwel verdubbeld. Een deel komt door HPV. En we verwachten met HPV-vaccinatie dat deel zal verminderen. De tweede vorm, die ontstaat uit lichensclerosis, daar is nog geen preventie voor bekend. Sterker nog, we hebben nog geen idee hoe de lichensclerosis precies ontstaat. Daar is ook nog veel onderzoek nodig om te achterhalen waarom vrouwen lichensclerosis krijgen, hoe we dat effectief kunnen bestrijden om de schaamlipkanker te kunnen voorkomen. Dames en heren, preventie is de rode draad in mijn betoog. Mijn opdracht is om te zorgen dat preventie meer op de agenda komt te staan van een ieder, zowel de medici als de bevolking. In de bevolking blijkt dat er steeds weerstand bestaat tegen preventieprogramma's. Zelfs als deze een goed bewezen effect hebben. Redenen hiervoor zijn divers. Een van de redenen is een ander denkkader. Het geloof dat de preventieve maatregel wel of niet leidt tot het voorkomen van ziekte. Daarnaast speelt angst en ongemak een rol. Wat zijn de bijwerkingen van bijvoorbeeld een vaccinatie, een uitstrijkje, een preventieve operatie? Iedereen weegt daarbij de voor- en nadelen persoonlijk af en neemt een beslissing.
Natuurlijk moet zo'n beslissing altijd vrijwillig zijn. Echter, naast de afweging van de individuele voor- en nadelen, is er ook nog een gemeenschappelijk belang. Het belang van de gemeenschap hoort naar mijn idee ook bij die afwegingen gemaakt te worden. Vandaar de stelling dat preventie vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Want de keuze heeft wel consequenties. En daar wil ik het met u over hebben. De parallel met de coronapandemie is daarbij heel illustratief. We zien het tegengestelde belang van individuele vrijheid ten opzichte van solidariteit naar de hele samenleving zich heel sterk aftekenen rondom coronavaccinatie. Het belang van de gemeenschap is het voorkomen van besmetting, ziekte, ontwrichting van het zorgsysteem en maatschappij. Het is inmiddels duidelijk geworden dat om terug te kunnen keren naar een min of meer normale maatschappij, preventie door vaccinatie uitermate belangrijk is. Amerikaans en ook Nederlands onderzoek laat zien dat de kans dat gevaccineerden opgenomen moeten worden of zelfs overlijden door corona een fractie is van die van de niet-gevaccineerden. Dit maakt dat je met een coronavaccinatie of negatief testbewijs toegang tot bepaalde faciliteiten hebt. Een verkapte verplichting tot vaccinatie, zeggen diverse mensen. Ik beschouw dit juist als een van de nadelen van niet vaccineren, die je moet meewegen in je overweging of je je wel of niet laat vaccineren. Een keus maken of je wel of niet aan een preventieve maatregel neemt, is helemaal niet nieuw. En ook zelfs een verplichting om deel te nemen aan een preventieve maatregel is niet nieuw. Als arts ben ik gevaccineerd tegen hepatitis B. Zonder HPV-vaccinatie ben ik niet welkom op de operatiekamer. Ik ben een mogelijk gevaar voor mijn patiënten en de andere medewerkers. Met andere woorden, mijn individuele belang is ondergeschikt aan het gemeenschapsbelang. En dat geldt voor alle artsen die op een operatiekamer werken. Iets wat nu met coronavaccinatie ook in Frankrijk gebeurt, waar gezondheidswerkers worden verplicht zich te laten vaccineren. Ander voorbeeld. Diverse landen hanteren al jaren dat je een gele koorts of andere vaccinatie moet hebben voordat je het land binnen mag. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat dat een verkapte verplichting is tot vaccinatie. Het is namelijk helemaal niet verkapt. Het is gewoon een voorwaarde. En de persoon heeft de keus of ik laat me vaccineren en ik mag het land wel in, of ik moet naar een ander land gaan. In het verkeer kennen we ook preventieve maatregelen. Je hebt een rijbewijs nodig om een auto te besturen. Je hebt maximum snelheden. Dat zijn allemaal beperkingen van de individuele vrijheid om de gemeenschap te beschermen tegen nadelige effecten daarvan. Hier overstijgt dus het gemeenschapsbelang dat van het individu. We klagen er misschien soms over, maar we begrijpen en accepteren deze regels wel. We hebben deze regels inmiddels geïncorporeerd in ons denkkader. In de gezondheidszorg is er momenteel een volledige vrijblijvendheid om wel of niet deel te nemen aan preventieve activiteiten. Hetgeen leidt tot maar een matige deelname met diverse preventieprogramma's. Lees HPV-vaccinatie, coronavaccinatie, veel weerstand. Want er zijn eigenlijk geen consequenties. De coronapandemie heeft laten zien dat die vrijblijvendheid en het ontbreken van consequenties niet haalbaar is. Ernst Kuipers verwoordde het laatst zo. Je kunt niet tijdens een coronapandemie en je niet laten vaccineren en naar grote feesten en festivals gaan en opgenomen worden in een ziekenhuis als je dat nodig hebt en kwetsbaren in de samenleving beschermen. Dat kan gewoon niet allemaal samen. En dus heeft het consequenties als je niet gevaccineerd bent. Want de solidariteit van de gemeenschap heeft een grens. Denkt u eens in. Of u wilt blijven bijdragen via belastingen aan alle kosten die corona met zich meebrengt, die opnames in het ziekenhuis met zich meebrengen, die de staatsondersteuning van bedrijven met zich meebrengt, als wij over een paar weken weer terug moeten in lockdown omdat 20% van de bevolking zich niet laat vaccineren. Hoe solidair bent u dan nog met iemand die zich niet laat vaccineren? Ik denk dat daar, het zal niet gebeuren, maar als dat gebeurt zal dat toch alles heel scherp stellen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de reguliere gezondheidszorg. Onze ziektekostenverzekering is een vorm van solidariteit met die pechvogels die ziek worden. Ze worden ziek, ze moeten behandeld worden en daar zijn kosten mee gemoeid. En via onze ziektekostenverzekering
zijn wij solidair. Maar in hoeverre vindt u dat uw premie voor uw ziektekostenverzekering mag stijgen omdat een grote groep mensen niet meedoet aan een preventieactiviteit? Niet meedoen aan een preventieactiviteit is in feite risicogedrag. En van risicogedrag weten we bijvoorbeeld bij reisverzekeringen dat we het volledig normaal vinden dat de premie hoger is. Als je risicosporten doet tijdens je vakantie, als je gaat skiën of gaat duiken, betaal je een hogere premie aan je reiskostenverzekering. Personen die niet deelnemen aan preventieve activiteiten krijgen vaker de aandoening en kost ons dus met z'n allen geld. Niet meedoen aan preventie is een vorm van risicogedrag. Onze solidariteit en ook de effectiviteit van het preventieprogramma wordt dus bedreigd. Bedreigd doordat we niet allemaal bereid zijn eenzelfde inspanning te doen om het risico zo laag mogelijk te laten zijn. Moeten we dan zoals in Amerika personen gaan uitsluiten van verzekering als ze niet meedoen aan de preventieve activiteit? Nee, ik ben van mening dat iemand die ziek is nooit in de kou mag laten staan. Maar het vrijblijvende karakter van de preventieactiviteit bedreigt toch wel op een bepaalde manier de solidariteit en de effectiviteit van het programma. En om die effectiviteit en solidariteit zo hoog mogelijk te krijgen, zijn er alternatieve systemen nodig die ertoe leiden dat het gemeenschappelijk belang mee gaat wegen in de afweging of die mensen nemen met betrekking tot preventie. Neem de autoverzekering. Als u voorzichtig bent, voorzichtig rijdt, laag risicogedrag hebt, krijgt u korting. Tot 80% korting op uw premie. Terwijl als u onvoorzichtig bent en wat vaker een ongeluk veroorzaakt, gaat u meer premie betalen. We vinden dit een volstrekt geaccepteerde manier om onderling solidair te blijven en toch onderscheid te maken tussen laag en hoog risicogedrag. In de gezondheidszorg is een dergelijk systeem ook voorstelbaar. Maar alleen bij die preventieve maatregelen die bewezen effectief zijn en die goed te controleren zijn. Dan heb ik het over vaccinaties, meedoen aan bevolkingsonderzoeken, meedoen aan het cardiovasculair risicomanagement bij de huisarts. Dit soort preventieve activiteiten lenen zich daarbij uitstek voor. Andere gedragingen, gezond eten, sporten, niet roken, zijn veel moeilijker te controleren. Die kun je op dit moment daar niet in meenemen. Naar mijn mening is het nu tijd voor zorgverzekeraars en politiek om actief te gaan sturen op preventie. Hoe? Door invoering van een preventiekorting. Een preventiekorting op je ziektekostenverzekering. Pas dan gaan we richting gezondheidszorg in plaats van ziekenzorg. Verzekerden die zich laten vaccineren, meedoen aan bevolkingsonderzoeken, meedoen aan cardiovasculair risicomanagement bij de huisarts, krijgen dan korting op hun ziektekostenverzekering. Of voorstelbaar betalen minder belasting. Een andere manier om ze te belonen. Een preventiekorting bestaat al. Als je preventiekorting googelt, krijg je een inboedelverzekering. Als je je huis beter hebt beveiligd, krijg je korting op je korting voor je inboedelverzekering. Dat is een van de redenen dat ik de politiek oproep om daar serieus naar preventiekorting te gaan kijken. Preventie is al veel te lang het laatste wiel aan de wagen, terwijl het juist het eerste moet zijn waar we op sturen. Gezondheidszorg in plaats van ziekenzorg. Hiermee blijft deelnemen aan preventieactiviteiten vrijwillig, maar deze is niet vrijblijvend, aangezien er wel degelijk consequenties aan zitten. En iedereen kan nog steeds persoonlijk de afweging maken. Is preventiekorting op ziektekostenverzekering eigenlijk wel nodig? Deze dia toont u deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 2 op de 3 vrouwen doen mee en zoals ik al zei, van 30-jarige vrouwen doet slechts de helft mee. We hebben nog veel te winnen. Ook Nederland scoort niet zo goed daarmee in Europa en een paar landen van de rest van de wereld. Preventiekorting zou gebruikt kunnen worden om mensen juist nog extra te motiveren juist wel mee te doen aan preventieve activiteiten. Alleen preventieve activiteiten met bewezen effect en goed te controleren. Hierdoor voorkomen we meer ziekte, dat is het doel, terwijl de keuzevrijheid en onderling gevoel van solidariteit gewaarborgd blijft. Dames en heren, ik heb u meegenomen in de noodzaak van preventie, van ziekenzorg naar gezondheidszorg, iets wat met corona heel actueel is.
De preventiekorting kan een positieve bijdrage aanleveren, waarbij ik vind dat we het individu, de autonomie van het individu moeten bewaken en dat we in het kader van solidariteit en de vrijblijvendheid moeten beperken en moeten gebruiken om preventie bij ieder individu te benadrukken. Bij gynaecologische kanker hebben we al grote stappen gemaakt, met name baarmoederhalskanker. Daarbij is de verwachting dat met vaccinatie en screening het een zeer zeldzame ziekte gaat worden. Voor andere gynaecologische kankers hebben we nog veel werk te verzetten. Dat werk verzetten kan alleen door goed samen te werken, onderzoek te doen. Dat samenwerken en onderzoek doen beschouw ik als een van mijn taken. Natuurlijk kan en kon ik dat niet alleen. Ik heb veel mensen in mijn omgeving die daar een grote bijdrage aan geleverd hebben of nog aan leveren. Een groot aantal van deze mensen ziet u op de dia achter mij en ook in de zaal. Ik heb veel mensen in mijn omgeving die een grote bijdrage geleverd hebben, maar het begon natuurlijk allemaal bij mijn ouders. Opgroeien in een veilige omgeving, gestimuleerd worden het beste uit jezelf te halen, met aandacht voor de wereld om je heen. Dat heb ik bij uitstek van mijn ouders, maar ook van mijn broers en zussen meegekregen. Komend uit een gezin met 5 kinderen moest je geven en nemen en bij uitstek heb ik dat daar geleerd. Een andere belangrijke persoon was professor van Amersfoort in Nijmegen, die me liet inzien dat je ook in Afrika nuttig werk kunt verrichten. Daardoor werd ik uiteindelijk tropenarts. Professor Hans Merkes, hier ook aanwezig, liet me mee solliciteren voor de opleidingsplaats tot gynaecoloog. Hij had me nog nooit gezien. Niemand in Nijmegen had mij ooit gezien. Toch liet hij me mee solliciteren voor de opleidingsplaats en kon ik beginnen met de opleiding. Professor Leon Massuker bood mij de gelegenheid om onderzoek te doen naar baarmoederhalskankerpreventie. Samen met dokter Willem Melgers en Hans Bulten leidde dat tot een promotie. Dat was een eerste stap op een bijna 20 jaar lange samenwerking. Die heeft geresulteerd in vele publicaties met veel promovendi. Professor Henk Boostra en professor Michael Quinn gaven mij de gelegenheid om te subspecialiseren in de gynaecologische oncologie. En dit alles, onderzoek en de subspecialisatie, heeft geleid tot mijn benoeming in Maastricht. Ondertussen in mijn tijd in Nijmegen werkte ik zeer prettig samen met alle collega's daar en kreeg ik het opleiderschap toevertrouwd door professor Braat. Iets wat ik met heel veel plezier in mijn tijd in Nijmegen heb vervuld. Eigenlijk heb ik tijdens mijn opleiding en tijdens mijn werk als gynaecoloog of als supervisor van iedereen veel geleerd. Van supervisoren, van collega's, van artsassistenten, co-assistenten, mijn kinderen, andere medewerkers, patiënten, altijd en elke dag leerde ik wel iets nieuws. Helaas kan ik niet al die personen opnoemen. Voor vandaag wil ik een paar personen bedanken. U ziet ze hier op dia. De dag van vandaag is zo goed gelopen door de inspanningen van Jurgen Piek, Marjolein Hermans en Phyllis van der Ploeg. Dank daarvoor. Ook wil ik het bestuur van GROW, School for Oncology and Developmental Biology, het bestuur van de Universiteit Maastricht en het bestuur van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook dank ik mijn collega's in Eindhoven, die met vertrouwen mij in hun midden hebben opgenomen en die ervoor zorgen dat ik elke dag met heel veel plezier naar mijn werk ga en met ze samenwerk. En tenslotte de belangrijkste personen in mijn leven, mijn gezin. Mijn 3 prachtdochters, samen met mijn eerste vrouw gekregen, Willemijn, Anneloes en Benedette, hier op de eerste rij. Ik ben trots op jullie. Trots op hoe jullie in het leven staan. Trots op wat jullie nu al bereikt hebben. Ik hou van jullie. Daarnaast heb ik 3 cadeaukinderen. Ook op de voorste rij. Sarit, Avia en Guidon. Bijzondere uitbreiding van het gezin. Waardoor ik me rijker voel. Gewaardeerd voel. Waar ik steun door ervaar. Dank daarvoor. Ten slotte mijn vrouw Sascha. Op een moderne manier maakten we kennis. Bijna 10 jaar geleden. We hebben een perfecte klik en ik hoop nog heel veel mooie jaren met jou daaraan vast te knopen. Ik hou van jou. Ik heb gezegd. Geachte professor Bekkers, beste Ruud,
Bedankt voor de buitengewoon heldere betoog. En ik denk dat niemand eigenlijk om jouw argumenten heen kan. Dus dat moet gaan lukken. Ik denk dat het ook wel heel goed is, want jij benoemde ook op een gegeven moment de invloed van sociale media en andere dingen die toch ons denken beïnvloeden. Dat het ook wel heel goed is dat wij denken als medici misschien ook die media meer moeten gaan gebruiken dan we tot nu toe doen. Omdat dat nu eenmaal zo werkt. En daarnaast denk ik dat wij als medici en eigenlijk alle mensen een boodschap die je bij herhaling hebt gegeven, dat we moeten wennen om buiten onze eigen kaders te denken. Dat we daar zowel in privéleven als in andere delen van ons leven ook heel veel mee kunnen. Want veel werkt niet, omdat we in onze eigen kaders blijven. Dus ik denk dat het een belangrijke oproep is. Maar nu genoeg gepraat. Eigenlijk horeca est, zei een voorganger van mij wel eens. Het is tijd voor de borrel. Maar praktisch gezien hebben we bedacht dat echt niet iedereen naar de borrel gaat. We proberen dat toch een beetje onder controle te houden. Dus de gedachte is dat diegenen die vanavond naar het feest gaan, dat die niet naar de receptie komen, zodat we de aantallen een beetje kunnen in de hand houden. Want we hebben wel vrij spel, maar een beetje voorzichtigheid blijft toch goed. En voorkomen is beter als blussen, ook in dit geval. Dus dan wens ik jou en ook je familie, je grote familie, mag ik net zeggen, een hele fijne dag verder toe, een hele fijne avond. En ik ga ervan uit dat de toekomst van jou in ons midden geweldig zal zijn. Dankjewel.